Welkom bij aflevering 160 van de bijna award-winnende podcast De Vierkante Paal. We praten na over de glorieuze overwinning van de Reds op OHL. En we, dat ben ik, Thomas Slimbroek. En ikzelf, Ziggy Sia. En Hans Brissen. Alsjeblieft. Ja, beste luisteraars, je hoort het aan mijn stem. Wij hebben een plezant nachtje gehad, zaterdagavond. En ik had mezelf op de planning gezet voor vandaag, dat was niet zo slim. Dus ik hoop dat je het volhoudt met mijn krakende, heese stem. Ik stel voor dat we die andere gasten zoveel mogelijk laten praten. Want de Ziggy en de Hans, die zijn meer gewoon dan een kikje. Ziggy? Ja, het is wel een beetje apart een podcast opnemen over een match die we niet live hebben gezien. Want wij hadden andere verplichtingen. Klopt. We hadden een afspraak met Glory. Spectaculair. Ja, Glory is niet komen opdagen, helaas. Nee, het was wel leuk. Maar we gaan... We hebben onze zondag, onze rustdag beloond eigenlijk met de match. Allee, ik spreek voor mezelf, om de match dan uitgesteld te bekijken. En ja. We gaan er een beetje over nakaarten. Hè. Ik heb dat ook gedaan, de match herbekeken. Hans? Ik heb door de koers gezien en geslapen. Maar je weet wel dat we gewonnen hebben. Ja, dat had ik gisteren al meegekregen. Okay. Ja. We hebben er heel die zaal bij ingejuicht. Iedereen was voor ons aan het zien, dat weet ik nog. Dus even pour la petite histoire. Gisteren was het dus de uitreiking van de oorkondes, wat de podcast awards zijn van de Standaard, de krant. De volksjury was de winnaar in onze categorie, de publieksprijs. Wij waren derde. Heb ik voor Miet. Voilà, heb ik het goede bron vernomen van de organisator. En Miet was niet tweede, dat is het belangrijkste. We hebben ze vernederd. Dus wij zijn eigenlijk de beste Vlaamse voetbalpodcast, denk ik. Zeg je, dat is een terechte conclusie. Bold statement, maar ik pak ze. En ik heb deels wel een oorkonde gewonnen, want Fischenbeck heeft een oorkonde gewonnen. En ik ben er te gast geweest en ik wou die een prijs gaan claimen, maar die mannen kwamen zelf al naar mij. Om te zeggen, dat is ook een beetje een nieuwe prijs. Dus, dat is gewoon toch, hè? Nog eens proficiat in mannen, want ik weet dat er zeker ene van lastert. Dus, de Matthijs. Het was een schone avond. Ik heb me waanzinnig geamuseerd. Ik ook. Ik hoor dat. Ik kom maar één keer op die jaar buiten ongeveer, dus dan is het alle remmen los. Hè. Uiteindelijk was het de laatste, uiteindelijk drie mannen die er nog tot laatste zijn gebleven. Dat waren dan Dylan en ik en dan de Ziggy is nog komen aansluiten. Wij waren de papatjes die hard gingen. Ja, ik was aan het plooien. Het is niet erg, jongens, niet erg. Goed, Ziggy, we zullen het over de match hebben. Ja. Wij twee, want wij hebben ze gezien. De Hans voelt maar wat aan, hè. Als je het pas uitziet of zo. Ik heb de samenvatting gezien. Ik zat hier voor de bespreking van gisterenavond. Ik vind het mooi dat ik aanwezig mag zijn bij zo'n stijlicoon als Ziggy Sia. Dat is waar. Oh, voor de mensen die nog niet hebben gekeken. Stort dat nog op onze stories? Waarschijnlijk niet meer. Dat is al weg. Maar we gaan nog iets publiceren. Maar de Ziggy, dat is een man met stijl. Als zelfs Alex Agnew al complimenten geeft dat je de best geklede man van de avond bent, dan is het goed, hè. Voilà. toch geen titel dat ik op mijn bil kan slagen van gisteravond. Misschien voordat we met de match beginnen, vanuit collegialiteit, iedereen proficiat wensen aan alle winnaars in de categorieën. Smeer je maar in, want we hebben ambities, hè. We willen er volgend jaar terugstaan en we willen ook zo een beeldje, Thomas, Hans. Ja. Denk ik. En dan verdedigen we dat met ons leven. Want ja, dat het niet gestolen wordt. Dat zouden we niet willen. Goed. De match. De ploeg. De elf. Dat waren bijna dezelfde elf als vorige week. Op een haar na. Want de Richie ging normaal spelen. En dan een paar minuten voor de aftrap tijdens de opwarming geblesseerd geraakt, heb ik begrepen. Twee weken geleden zelfs. Ah, dat was een lange opwarming dan. Dat is wel een echte professional.
Is dat 2 weken geleden? Maar die heeft vorige week toch gespeeld, of niet? Nee, dat was het Interland. Ah ja, tuurlijk. Sorry. Ja. Oké, okay, ja. Dus de verdediging zag er anders uit. Boutasek, de Soleil, Bataille. En dat is, voor de mensen die nog volgen, de 22e verschillende opstelling dit seizoen. Of de verschillende namen. En dan Nainggolan Verstraeten, Benson, Gerkes, Balikwisha, Frey. Hans, ik weet dat je al eens een verhaaltje hebt afgestoken over wat je vindt van Gerkes in die opstelling. Dat je daar niet zo'n fan van wordt. Ja, omdat er zit niet zoveel voetbal in. Hè. Die moet kunnen infiltreren. Maar allee, ik ben wel meer fan dat hem er staat als je dan ook met wingers speelt. Want er is zo'n actie gehad in de eerste helft. De typische Gerkes actie. Bataille zit voor. En ja. hij is op de juiste plaats om te koppen. En daar is Gerkes top voor. Maar als je zo tegen een blok speelt, dan vind ik... Ja, niet echt veel meerwaarde hebben Gerkes. Ja. Oké. Okay. Trouwens nog, als de Ritchie het wel gehaald had, dan hadden we dus met dezelfde elf gespeeld als onze vorige match. En dat zou nog maar een derde keer zijn geweest dit seizoen dat dat gebeurd was. Maar het is dus niet gebeurd. We blijven op 2 keren steken dat we dezelfde elf op het veld zetten als de match ervoor. Goed. Nog een minuutje applaus voor Miguel Van Damme. Was mooi in... emotioneel. Je ziet toch dat hij echt wel door heel de voetbalwereld gedragen wordt. Hè. Sowieso, terecht. Boegbeeld voor doorzettingsvermogen. Altijd in blijven geloven, blijven vechten. En ik denk dat we dat niet genoeg kunnen benadrukken. En ik vind het mooi dat het gebeurd is, dat er met een rouwband is gespeeld. Mm-hmm. Dat er applaus is geweest, dat zelfs doorheen de match zijn naam nog gescandeerd is geweest. Dat is toch iets waar we allemaal bij stilstaan en niemand onberoerd laten. Losstaand van het sport, het spelletje. Dan is voetbal de belangrijkste bijzaak, zoals men mooi zegt. Ja, en volgende week spelen we tegen Cercle. Dus dan zal er misschien nog wel iets nog wel aandacht aan geschonken worden op Den Bosch. Hans, onze fans waren ook in vorm. Toen wij in Oostende waren, kregen wij ook regelmatig foto's door. Mooie tifo, enerzijds, hè, vecht voor een shirt, anderzijds, opblaaspiegel. Klassiek Antwerpens. Ja, dat is top, hè. Dat is top. We hebben die foto ook zo de zaal laten opgaan, hè. Kijk, opblaaspiegel. Haha, opblaaspiegel. Dit is ons niveau, jongens. Ik vond het meest hilarische nog, dat beeld dat je een opblaaspenis naast een steward stond. Achteraf, zo... Oké, okay. Staat safe in een hoekje. Nou, in beslag genomen. Doen. Ja. En de spandoek welkom over de grens, Mark, vind ik ook uitstekend. Ja, die was goed, hè? Ja. Dus top. Liedjes zoals Dick Pics Marginal. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Ik kon daar niet mee zingen, denk ik. Maar hey, lekker. En ook goed dat we de Mark Magikje foto meteen zelf geclaimd hebben, denk ik, als fans. Zie je, dat is het beste wat je kunt doen. Hè. Ja, het typeert ook onze eeuwige ironie, onze humor vanuit het Antwerpse supportershart. Nee, ik vond dat goed. Ik heb er smakelijk mee moeten lachen wel. Toch. Ik ook. Ik vond en de sfeer, ik zo hees. Ik vond de sfeer over het algemeen wel goed zitten. Het zat er direct bonk op. Je hebt het uitvak duidelijk gehoord. En ja... ik denk dat het daar minstens even gezellig was als in het casino Cursaal. Ja, doet dat iets met u, Hans? Zien dat ze u niet nodig hebben? Maar dat heb ik al heel de coronaperiode gezien. Oeh, ah, ik heb het niet over de voetballers, ik heb het over het uitvak. Ik heb wel berichten gekregen dat de personen mij gemist hadden. Oh. Dat deed mij iets. Prachtig. goed, ik heb dus sinds zaterdagavond heel veel... negatieve commentaar gelezen op het spelpeil, het niveau van de match, van ons dan. Maar dat is een vreemde gewaarwording als je, zoals ik, de match dan achteraf bekijkt. Je kent hun uitslag al en je hebt al gelezen hoe slecht het wel niet geweest zou zijn. Ik heb de match helemaal gezien en ik vond dat nog wel meevallen. Ziggy, wat jij? Ça va. Ik vind...
het slot van de wedstrijd was wel weinig aan. Mm-hmm. Ik denk ook dat het tot minuut 60 of 66 heeft geduurd. Dat we de eerste kans hebben gezien in de tweede helft. Wat dat echt in de tweede helft wel typeert. Dat was de vrije trap van Benson, trouwens. Dat was kans, de eerste kans in de tweede helft. Voor het algemeen, ik wil graag bij deze Jean Buté nogmaals in de bloemetjes zetten, want het houdt ons meermaals recht. De aluminium ronde paal, niet de vierkante, houdt ons ook recht. Dat is misschien een ongelukkige uitspraak met het huidige klimaat waarin we ons bevinden. Maar ik vond het oké. Okay. Ik vond het niet erbarmelijk. Maar ik vond dat er zo'n paar spelers nog niet direct bij de les waren. Dat er soms in de zone van de waarheid wat slordigheden zijn ingeslopen. Ja, het was geen glamourwedstrijd. Nee, maar... Allez, dus ik had in mijn kop gestoken van deze wordt een pijniging voor mijn ogen het komende 2 uur. Maar wij begonnen toch wel redelijk gewoon de match, vond ik. Benson en Gerkes trouwens ook. Het is wel een aanspeelpunt was in het midden. De eerste kansen waren voor ons. Ik vond dat precies allemaal... Allee, er was precies allemaal niks mis mee. Frey die naast kopt, dan na 6 minuten de gele kaart voor Verstraeten. Hans, staat die in de samenvatting? Nee, dat zit niet in de samenvatting. Daar zat enkel de gele kaart van Sik in. Ah ja, oké. Okay, ja. Maar die van Verstraeten, dat is een klassieke Verstraeten-fout. De bal is al een eindje weg en hij gaat er nog... Hij gooit zich met een vliegende tackle, maar Mathieu Martens doet dat ook. En die zat er nog veel verder in de film, Mathieu Martens. Verstraeten doet dat tenminste nog in de richting van een bal en de Martens niet. En Verstraeten krijgt heel en Martens niet. Dan denk ik, ik weet al lang niet meer wat de regel daar rond is, want we hebben al gezien dat daar niks voor wordt gegeven, we hebben al gezien dat er rood wordt voor gegeven, we hebben al gezien dat allebei geel krijgen en dat was het alleen Verstraeten. Zie je? Ja, we hebben het er gisteren kort over gehad, hè. Dat we dat zo al doorkregen via WhatsApp. Birger Verstraeten weer al een geel kaart, zo snel op de match. Typische Birgerfout. Ik denk dat ook zijn reputatie is, hè, dat hem misschien niet mee heeft. Ik vond dat hem precies zo de bal niet verwachtte, of zo, dat hem al te laat vertrok. En dan toch nog voor die bal wilt gaan. Ja, ik vond het ook wel streng voor geel. Ja. Maar ik denk vermoedelijk zijn reputatie dat hem niet mee heeft. Ja. En Hans den Berger gaat dus geschorst zijn tegen Cercle in de eerste match van Play-off 1. Want dat kunnen we nu zeggen, Play-off 1. Hè. Was dat vorig jaar trouwens ook niet het geval? Dat hij zo al in de play-offs geschorst was? Dat zou kunnen. Dat weet ik niet meer. Ik moet het opzoeken. Dat is lang geleden. maar tegen Cercle gaan we het misschien wel zonder den Berger kunnen. Hè. Doet er toch niet meer veel toe. Dus, het is dat. Allee, jawel, want dat is 1,5 punt waard natuurlijk. Toch? Zeker. Ja. Ik word nog altijd kwaad als die een match onder Belloni. Wat was het? Tegen Gent of zo? Voor het de play-offs begonnen. Ik denk dat het die match was waar onze vriend rechtsback Opari alles weggaf. Jij wordt nogal rap kwaad, hè? Heb ik van horen zeggen. De DJ heeft het geweten. Als hij nou gewoon Afrika van Toto zou willen draaien, dan had het allemaal zo ver niet moeten komen. Ik kan u geen ongelijk geven. Ik stond ook warm voor even los te gaan op Toto. Maar kijk, dat zou niet mogen zijn. Ik ben eigenlijk vooral ook benieuwd naar Cercle. Want niet alleen Verstraeten is geschorst, maar Bouta ook. Ja. Is dan ook met lichte hinder gewisseld geweest. Dus er is nog geen update van ons medisch bulletin, heb ik net gezien. Ik ben benieuwd of dat ze misschien gaan starten met een 3-mans defensie. Of gaan ze toch Sammy Vines nog eens laten opdraven of niet. Dat zijn allemaal vraagtekens. En wanneer gaan we spelen? Want in onze wetschapgroep wordt er juist gezegd dat er nog wedstrijden verplaatst kunnen worden. Och, de wedstrijden zonder inzet, maar dat zou echt... Dat zou... Niet goed zijn, hè? Nee,
Want ik krijg bezoek uit Engeland. En die komen pas zaterdagavond aan. Dus je gaat dat zien, dat die match dan er zaterdag wordt verzet of zo. Ja, ja, dat kan best. Dat zou toch niet mogen, hè? Als dat tenminste geen plannen hebben. Ja, dat is het bewijs van hoe hard dat er met de supporter nog rekening wordt gehouden. Ik bedoel, dat is hetzelfde met die kalender die altijd zo models wordt vrijgegeven. Mm-hmm. Ja, ik plan mijn weekends rond in Antwerpen. Nee, behalve gisteren. Dan kan ik verder rond... Ja, dat was ook voor de Antwerpen, kom. Wij waren de afgevaardigden van het Antwerp Legioen. Nee, ja... Ik moet eerst die planning weten, dan kan ik verder met mijn leven. Hè. Mm-hmm. Ja, bij ons valt het nog mee. Je landen wordt het een paar dagen op voorhand is. Verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Goed, de match dan terug. Sek pakt inderdaad geel. Dat zat in de samenvatting dan blijkbaar. Dat was geel. Oagel komt wat beter in de match. We gaan niet alles overlopen natuurlijk, maar het was een zegje als hij. We hebben een sterke Buté nodig gehad, Hans. Ja, door, topper, hè. Topper. Dan moet je de match niet verzinnen. Nee, ik zeg, beste keeper in België, hè, zonder twijfel. Ik denk dat dat nu wel echt gezegd mag worden, hè. Allee, dat dat bijna evident is, maar alleen in Brugge zal ze er anders over denken. Ja, maar boeit dat? Nee, dat weten we allemaal. Maar hij was weer heel belangrijk vandaag. Of gisteren, beter gezegd. Balk een bepaal, inderdaad. Wat moeten we hier nog zeggen? Ah ja, wanneer wij scoren. Een prachtige goal van Abdoulaye Sek. Zeg je? Dat is een carrière-makende goal, hè, zoiets. Ja, dat is... Een streling van de bal en een streling voor het oog. Hè. Als je iemand de goal gunt, vind ik dat Abdul Isaac sowieso. Ik vind het ook opmerkelijk hoe dat hem zijn eigen heeft teruggeknokt dit seizoen. Oké, mm-hmm. Dus mede met blessureleed, maar hij staat er wel. En hij staat gisteren ook op de juiste plaats. Dus I want to have Sek in de spits. Wat mij opviel, is dat hij ook zo de klassieke bal onder het truitje move deed. Wat meestal wil zeggen dat zijn partner in verwachting is. Weet je al daar iets van? Volg je al die op Instagram of zo? Ik was er niet bij toen het gebeurde. Dat was alles de vraag niet. Ik volg hem wel op Instagram, maar ik heb ze toch nog niet zien passeren. Misschien was dat een ode aan mij, hè? Dat kan ook, hè. Dat is een vraag. Hey, waar is de naas? Waar is de naas? Ja, dat zou ook kunnen, hè. Dat kan perfect. De schuld dat het ook niet. Oké, dat is wel gezond te misvragen. Opvallend, Ziggy, dat tijdens de rust dat we van onze formatie veranderen naar een 3-5-2. Het heeft ons wel deugd gedaan, denk ik, want ik denk dat we in de tweede helft een pak stabieler stonden. Verdedigend dan vooral. Mm-hmm. Wie was het? Boeta en Gerkes eruit. Terwijl Gerkes speelde voor mij een degelijke match. Almeida en Miyoshi erin. Vooral Miyoshi vond ik wat gek, omdat hij dan ook zo bekend wingback ging spelen. Die is zelden over de middellijn geweest. Ik vond dat raar om de Miyoshi in te brengen en dan die opdracht mee te geven. Ja, je hebt weinig keuze, hè. Ay, of... Ja, dat is waar. Je hebt heel weinig keuze. Ik vond onze bank was al niet breed. Dat is eigenlijk een geknipte opdracht voor een Nil de Pauw, hè. Ja, klopt. waar is de Nil dat je hem nodig hebt, Jan? Ja. Waarschijnlijk in de fitness op de Boszaal, want dat is waar de enigste activiteit dat die mens nog mag meedoen, denk ik. Ja. Als je luistert, Nil, we still love you, hè. Sowieso. Nul number one. Wij hebben nog een aantal kansen. Allee, we geven Ampriet weg nog. Ik heb gewoon geschreven, sterk verdedigd in het tweede helft. Benson die knalt nog een vrije trap op de keeper. En dan aan het einde Nangolan, die
met een subtiel plaatsbalkje bijna de 0-2 maakt. Emega, die zijn debuut maakt. Hans, jij hebt dat niet gezien natuurlijk. Je zal niet in de samenvatting gezeten hebben. Dat zat wel in de samenvatting. Ah, oké, oké. Er werd zelfs vernoemd dat zijn debuut was. Ah, kijk eens al. Er werd bijgezegd dat Frey werd vervangen omdat hij nog niks goed had gedaan van heel de match. Het was niet de match van Frey, nee. Dat weet ik dus niet, maar... Nee. Die en de Waast zat ook wel gewoon... Allee, die had één opdracht en dat was 90 minuten in de nek van Frey hijgen. En dat is gelukt. Oh, dat is ook plezant, zo'n top Johnny nou en ik. Ja, echt. Met dat gaal blond hoor. Wat vond jij van Emega, Ziggy? Ik heb er nog geen mega impressie. Die jongen heeft veel moeten lopen eigenlijk. Hè. Die heeft mogen voelen hoe het is om Michael Frey te zijn in een match. Ja. En soms echt er van die hopeloze ballen moeten hollen. Ik kan er weinig over zeggen, Thomas. Ik heb hem eigenlijk weinig of geen bal zien raken. Ik denk dat Eggestein meer bal heeft gevoeld dan Emega. Dat vond ik wel opvallend. Want Eggestein is pas daarna ingevallen, hè? Ja, klopt. Met een paar minuten om de klok. Dat is zo, Eggestein is voorbijgestoken, zeg maar, in de pickorde. Dat vond ik wel opvallend. Omdat, ik ben een grote Eggestein-fan, hè. Dat weet ik. Maar ik denk, qua profiel is Emega toch sowieso meer een Frey dan Eggestein dat is, hè? Ja, dat wist ik dus niet. Ik had hem nog nooit zien spelen in Mega. Ik heb hem nog altijd niet zien spelen. Met smalle benen. Maar hij kan wel, hij precies wel goede voeten ook. Ja, hij ziet er wel een frivool voetballer uit. Hey, zo. Ja. Het staat goed op zijn poetjes, ik zal het zeggen. Ja. Toen wij er in de transferperiode over getypt werden, dat hij zou gaan tekenen, dan had... Die persoon erbij gezet van, zo commentaren van het Nederland van, hij kan alles, hij is snel, kan koppen, dit en dat. Hij kan alles, behalve een goal maken. Dan denk je van, daar gaan we nog veel plezier van. Ik heb al gezien dat hem wel wat kan, maar nog geen goal weten maken. Misschien ook goed om te vermelden dat we de mensen van de regie hebben ons getoond op een bepaald moment hoeveel dat de persoon die het hoogste passingpercentage had bij Leuven en bij Antwerpen. En wie waren dat, denk je, Hans? Bij Leuven was dat Mercier, gok ik. En bij Antwerpen Buté. Nee, dat wel gekund. Wij deden Balikwisha voor ons. Oké. En het was opvallend, want Mercier speelde eigenlijk echt een berenmatch. Om nog eens te bewijzen dat je met statistieken heel goed kunt liegen. Want iedereen die dan die match heeft gezien, heeft Mercier een belangrijke match in spelen. Maar slaagpercentage van passing 69% en Balikwisha in de 80%. Dus, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Maar ik vond het wel grappig om de Mercier-fans in ons panel even... Hans, we hebben Buté bijna ook de mist zien ingaan. Zat dat in de samenvatting? Dat weet ik niet. Misschien best voor uw hart van niet. Een hele slechte uittrap onder druk. Recht in de voet van Mathieu Maartens, die heb ik aan de 16 staan. En die gelukkig zijn schot eenmaal rateert. Dat zei me niet. Oké. Misschien beter. Misschien is het de makelaar van Buté die samenvattingen maakt. Ik zeg echt de geweldige gast vandaag om in de podcast te hebben om de wedstrijd te bespreken. Jij wou, hè. Ik help graag mijn vrienden uit de nood. Ja, je bent een schat. Je bent een schat. Maar goed, Buté heeft wel een heel goed match gekipt, sowieso. Ik denk dat we over de match alles wat gezegd hebben. XG was een beetje hoger bij Leuven dan bij ons. 1,26 tegen 0,9. Maar het was 0-1. Dus is dat een XG. Is dat... Zal ik... Ja. In de interviews na de match zei je dat, dat zat wel in de samenvatting. Zowel bij Verstraeten als bij Priske. De journalisten hamerden zo heel hard op het slechte spel. En zo met twee, maar we zijn gewonnen. Hè. Dat is verteld, hè. De rest boeit niet. Dat vind ik ook. We zijn de gekste. Hans, onze vriend Buté zit nu aan 12 clean sheets. Alleen
Maurice van Union doet beter met 14. Maar voor toch... Allee, begin van het seizoen heeft hem heel veel goals in zijn bak gehad. Dus dat is wel knap dat hem dat eet in goalt, hè. Sowieso. En voilà, dat was te verwachten, hè. Beste keeper. Echt. Allee. Lloris die gewoon moeten beginnen vrezen voor zo'n plots, hè. Zo simpel is het. Die kipt ook al jaren als wat hem op zijn benen aan het bieberen is voor zijn plots. Dus dat kan best. Ziggy, het is al de zesde keer dit seizoen dat wij met 0-1 op verplaatsing winnen. En dat noemen ze dan altijd een diefstal en een hold-up. Maar who cares? Dat zijn de beste, hè? Ja, dat zijn de zoetste, hè? Voilà. Op een diefje. Heerlijk. Gisteren, ja, toch ook lichte euforie, hè? Als we dat nieuws vernamen, uiteindelijk was afgeflopen. Ah, ik dacht dat je ging openbaar maken dat je die horloge in Oostende gisteren gestolen had. Ja, je zult maar meneer Versluis heten. Maar Antwerpenaars waren gisteren gemakkelijke slachtoffers om beschuldigd te worden van diefstal. Amai. Zowel in de aan een dreef als... Dat is waar. Een goede titel. Oké. We zijn nu zeker van play-off 1, zie je? Ja. Dat is lekker, hè? Met een matchje over. Dank u, Cirkel. Ja. Je hebt ons een handje geholpen vanmiddag. Ja, ik ben er wel blij om. Dat is een hot take. Ik ben wel benieuwd wat we nog gaan brengen. Wat we gaan tonen, waar we zullen stranden. Maar we zijn erbij. En dat is prima. Iemand in de WhatsApp-groep had iemand aangegeven dat we de vierde keer op rij erbij zijn. En buiten Brugge, ja, niemand dat nadoet. Vierde keer in top 4 zelfs. Vierde keer in top 4, hupsen. Hup. Ja, dat is indrukwekkend. Hè? Allee, van onze 5 jaar in eerste klas spelen we 4 jaar op rij de Champions Playoffs. Maar al goed ook, hè, want we hebben er al voor betaald hè, in ons abonnement. Dat is waar. Dat is waar. Hans, weet jij nu of dat we zeker zijn van Europees of niet? Want de meningen variëren. Volgens Jarno Bertot wel, volgens mij niet. Maar wie ben ik om Jarno Bertot tegen te spreken? Jij bent Hans Pressink en jij bent een bijna award-winnende podcaster. Dat is ook iets waard. Ik ben award-winnende podcaster, hè, met Fischebak. Dat is waar. Jullie zijn bijna award-winnende. Oh, klootzaks. Sorry, Matthijs. Dus we zijn nog niet zeker van Europees. Kun je dat kort toelichten, Hans? Wel, volgens mij, als Gent of Anderlecht, hè, Gent of Anderlecht wint een beker, want die is dan in de finale. Maar een van de twee kan in play-off 2 terechtkomen. En als die daar niet vijfdes worden, maar lager, dan moet er volgens mij nog een barragematch gespeeld worden tussen de vierde en de vijfde. Ja. En in dat geval zijn we dus nog niet zeker van Europees voetbal. Nee. Maar ja, er wordt gezegd dat we wel zeker zijn, maar... Het kan zijn dat ik abuus ben, het kan zijn dat iemand anders abuus is. Nou, er is dan nog wel één ding dat we met zekerheid kunnen zeggen. En dat is dat we die barragematch dan niet, sowieso niet tegen Gent of Anderlecht spelen. Ja. Want dat kan niet. Dat kan niet. Dus als er een barragematch is, dan is het sowieso tegen een van de andere clubs. Ja, en dat zou dan even kijken. KV Mechelen, Charleroi of Sint-Truiden zijn, zoals het er nu voor staat. Maar Genk, die spelen nog. Dus ja, ook niet mis, hè. We hebben één vraag op Twitter binnengekregen. Sinds dat we voor de oorkonde zijn, voor de publieksprijs genomineerd zijn, gaat het berg af met ons. Ik snap die teleurstelling wel van de fans. De mensen die zijn niet meer met ons geassocieerd. Allee, wij zijn ook teleurgesteld in de fans dat ze niet genoeg gestemd hebben op ons, hè. Maar... nee. Oh, gisteren, toen ze dat... De naam afriepen, hè, de Tommelijn.
Ja, de volksjury heeft gewonnen, maar toen het in begon met de. Worden de gollen ook al bekend rechtgesprongen? De V. God. Toch wel, ja. De... we hebben dus één vraag binnengekregen van Peggy. En die vraagt, wanneer is het seizoen geslaagd? Sigi, jij mocht eerst. Hey, dag Peggy. Bedankt voor je vraag. wanneer is het seizoen geslaagd? Ik heb daar straks al eens over nagedacht. En voor mij is dat gewoon... voornamelijk, persoonlijk, is dat voor mij Europees voetbal veiligstellen. Europese verplaatsingen, dat is toch nog altijd een van de plezantste dingen die er zijn, vind ik persoonlijk. En corona heeft er ons al veel afgepakt. Dus ja, ik ben er wel op gebrand voor Europees voetbal te halen. Conference League of Europa League, dat staat me helemaal vrij. Dat maakt mij niet uit. Oké. Hans? Als we kampioen spelen. Klaar. Ambities liggen hoog. Ik heb 3 weken verlof gepakt na de laatste speeldag. 3 weken? Ja, toen stonden we nog tweedes. Oké. Ja. Stelt me een nieuwe lever ook al dan. Ja, ik kon uiteindelijk naar Noorwegen gaan. Dus. Oké. Okay. Het was echt kampioen spelen of naar Noorwegen gaan. Tot nader order staan wij 12 punten achter op Union momenteel. Dat worden dan 6. Het zou nog 15 punten kunnen worden. Dan zijn het er 7 of 8 achterstand. Op de tweede plaats, Brugge, hebben we nu 7 punten achterstand in de gewone rangschikking. En dat worden dan 3 of 4. Ik ken de regels niet. Hans, ken weet jij dat? Ja, dat is gedeeld door 2. Hè? Ja, ja, maar 3,5 wordt dat 3 of 4. Goh. Ik weet het niet. Ik denk dat dat 4 wordt. Ik denk dat ze naar boven afronden en je dan een sterke krijgt. Een sterke. Oké. Okay. Heel dubbelzinnig. Ja. Ja, dan staat er zo'n asterix achter die ploeg. En de ploegen met een asterix die zijn in het nadeel bij een gelijk aantal punten. Oké. Okay. Claire, dus ja, we hebben nog wel wat puntjes goed te maken. Als we uw ambitie willen waarmaken, Hans, de titel, dan moet je gewoon alles winnen in play-off 1. Het is dat. Niks om te doen. Als je vanaf nu elke match wint, ze de kampioen. Dat is een simpelist. We hebben het in eigen hand. Het leven moet niet moeilijk zijn, ze. En 6 matchen op rij winnen. Gent heeft dat ook gedaan. Zeven. Cirkel zou ik nog wel nodig hebben. Dat is waar. Allee, 7. Maar Gent heeft dat ook gedaan. We hebben er 9 gewoon of zo. Dus. Is dat realistisch, Sigi? Dan wordt hier wild heen en weer geschud met het hoofd. Waar een wil is een weg, Thomas. En succes is bovenal een keuze. Oh, Jesus. Zijn jij nog zat? ja, nee. Ik ben ondertussen al 3 Davalgan Fortes verder. Dus ik steek het daarop. We hebben ook... We hebben deze morgen ook allemaal een Davalgan naar binnen gepropt, hè. Ik ken niet, jongen. Yep. Je hebt misschien beter gedaan dan nog een stim gehad. Ik heb alleen of ik ook naar binnen gestoken. We zitten met een partij met Goa Jeuning. Dat worden trouwens heel rare koffiekoeken. Ja, aan de zee kunnen ze geen koffiekoek maken. Juist. Die kruimkoeken, die was rechthoekig. Mind blown. Welkom in de vierkante koffiekoek. Het carré confituretje. Ik heb nog 1 dingetje hier opgeschreven, gewoon om de Hans blij te maken. Nee, omdat een moderator Hans had dat vorige week vermeld, dat Lamkelzee een internationaal vraagteken was. De status van zijn transfer, dat is ondertussen in orde gekomen dus, sinds die laatste opname. En dan heb ik ook meteen in de basis gestaan bij Mets. Mes, excuseer. Zonder de T. Ja, dat is heel belangrijk. Mes. Niet gescoord en 1-2 verloren van Monaco. Maar we moeten die gewoon terughalen, hè. Zijn jij eenmaal van camp geswitcht, of? Ja, sinds Mark Overmars ben ik voor 2e kansen. en 27e kans? Ja, ik ga juist tegen Nederland 2 gehad. Dat gaat nog juist 27e, maar 28 weer het gevaarlijk. Ja, je moet ergens aan aantrekken natuurlijk. Ja, als ineffectief weer zo goed shot als
de vorige keer dat hij een herkansing kreeg. Zo nu gewoon voor de play-offs, hè. Dus dat, dat is eigenlijk net nog het beste geweest. Gewoon nu voor de play-offs terughalen, alles kapot maken. En 10 miljoen verdienen. Dat is het goede mis, hè. Hij wou geren naar Frankrijk, hè. Dus dat kan al wel dichter bij Parijs. In Parijs gaan spelen, hè. Ja. Oh. Voilà. Goed, heeft er iemand nog iets toe te voegen, aan te kondigen, op te merken? Ik heb nog een variëteken, maar dat zullen ze misschien al hebben opgevangen. De keeper van OHL is Runarsson. Hij is de zoon van Loker legend Runar Kristinsson. Oké. Okay. Dus dat wist ik niet. Vond ik interessant, weet je. Kijk eens aan. Leuk. Dat zat ook niet in de samenvatting, denk ik, Hans. Nee, dat zat ook niet in de voorbeschouwing, want dat wist ik niet. Kijk, toch nog iets bij te dragen. Wat je noor kon er maar komen vond, ja. Hey, maar dan moet er toch gewoon een categorie sport zijn, hè? Ja, ik denk dat we nu wel met eigen ogen hebben gezien dat het Vlaamse podcastlandschap er anders uitzag of uitziet dan dat wij hadden gedacht. Thomas, wij waren een minuut binnen in dat gebouw en ze kwamen een foto vragen bij ons. Dat is echt gebeurd. Dat is echt gebeurd, dat is waar. En wij hebben dat gedocumenteerd. Dus ja, ik was juist een story aan het maken en die mens komt helemaal uit zijn eigen een foto maken. Dat was echt oprecht niet in scène gezet. En ook gewoon heel die zaal was naar ons aan het zien omdat wij completely overdressed waren. De vijf knapste gasten dat ze er ooit hebben gezien. Hans, zoals een deel aan zegt, je kunt niet overdressed zijn. Zeker niet op een gala. Dat gaat niet. Ja, maar daarna kwam je in een andere zaal terecht en daar was het beter. Hè? Daar waren we nog altijd overdressed, maar toch. Noblesse oblige, gasten. Dat is zo. Dat is zo. Nog één dingetje dan, dat ik hier heb openstaan. Uw vriend Tom Stappers zei dat getweet, Hans. Een klein knipoogje naar de Sportza-lezers en volgers. Die hadden een poll mogen invullen op 23 maart. Van wie haalt play-off 1 en wie niet, vooral. En de meerderheid had Antwerp geselecteerd dat wij dus niet zouden deelnemen aan play-off 1. Dus fuck you, Sportza-lezers. We are there. Na Jolle. Behalve Matthijs. Dat is een goede Sportza-man. Ja. Dat is waar. Die mag blijven. Goed. Nog iets toe te voegen? Of gewoon in ons bed kruipen met een dafaganneke en een thee? Met goeie juni. We gaan het hier bij laten, straks. We zijn voor Miet geëindigd. Dat is het enige wat ik nog heb toe te voegen. Dat is waar. En we zijn langer blijven plakken als Miet. Dus we hebben ook meer pinten gezopen, Smit. Mocht er een zuidbeker zijn geweest, we hadden hem. Denk het ook. We hadden hem. Toch? Alright, gasten. Merci. Tot volgende week of van de week. Want we gaan natuurlijk ook nog voorbeschouwen op de match tegen Cercle. Wanneer dat die ook mogen vallen. We zullen zien. Ciao, ciao. Joe.